Dit beeld was vandaag veel te zien langs de Noord-Hollandse kust, bijvoorbeeld in Weidenes. Deze dag is bedoeld voor onze trouwe donateurs, Nationale Reddingbootdag, en verbonden aan de KNRM. Dus KNRM heeft over 45 reddingsstations deze dag georganiseerd. Het is meer om ons werk bekend te maken aan de omgeving hier. En vanuit de haven in Weidenes konden tochtjes gemaakt worden met een rustig bootje. Of met een snellere reddingsboot. Daar stonden de mensen voor in de rij. Er waren demonstraties en hulpdiensten presenteerden zich. Zo liet de brandweer zien hoe je een auto moet wassen. Maar er was ook een serieuze kant. We kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken, vooral overdag. Dus ben je boven de 18, dan meld je vooral aan bij ons. En help de reddingsstations in Weidenes en die andere kustplaatsen.